Die kan om toch deze overwinning, net als ze vorig jaar toen hij won voor Van der Haar, uit de brand te slepen. En dan denkt hij, ah, het is voor mij. Haha, ik reken af met Van Aert en met iedereen. Maar daar is de bel. En dan valt Bosmans dat nu ook. Hoe, wie, wat, de bel. Nog een ronde. Oei, oei, ik heb me vergist. Ja, dat is best pijnlijk, hè. Van Aert zit aan het wiel. Gaat dan onmiddellijk door. Bosmans is dat wat leeggereden door die finish die hij dacht te plaatsen. Heeft hij wat moeilijk om het tempo van Wout van Aert bij te benen. Ja, helemaal vrij spel. Hij haalt het. En dan krijg je in de achtergrond nog een sprintje tussen Tijm en Eysing. En Van Aert, komt Eysing er nog langs? Jeps, nipt voor Van Aert, Bosmans, Sweek, Vermeers en Van Kessel. Hier ziet hij nog eens de finishfoto voor de tweede plaats. En dan goed kijken, links in beeld, het vingertje van Van Aert naar Wietse Bosmans. Van Aert uit Lille, niet tevreden met het gedrag van Bosmans. En andersom wellicht ook. Zal wel koelen, zeker op termijn.